Yo gasten van Dagelijkse Dij, ik ben Ma. Net pindakaas gegeten, dus. Deze video is binnen 10 seconden alweer niet serieus te nemen, hè. Maar in ieder geval, ik ben Matty van FIFA-losofie en je kijkt weer naar FIFA Fridays aflevering 4. De serie waarin ik simpelweg divisie 1 ga proberen te winnen op Ultimate Team FIFA 14. Maar aan het begin van deze aflevering kom ik in financiële struggles. Je weet zelf alles, want ik koop contracten die hard nodig zijn voor al mijn spelers. Maar ik heb niet genoeg om uiteindelijk mijn keeper, Krul, ook een goud contract te geven. Volgens mij heb ik nog een wisselkeeper. Geen contracten. Heb ik niet nog een keeper dan? Ah nee, dat kan echt niet door de beugel, die keeper. Er zit denk ik niets anders op dan dat jij het moet doen. Marco van Ginkel, de Nederlandse Justin Bieber. In de volgende wedstrijd kom ik tegen het volgende team. En ja. Ik kan eigenlijk weinig leuks of grappigs zeggen over dit team. Ja, die ene gast heeft niet echt een alledaags kapsel of zo. Maar voor de rest, nee. De wedstrijd zelf verloopt helemaal prima, want hier is een steekbal op Zeefuik. Zeefuik is door, want die verdediger is nog slomer dan iemand die frituurverslaving heeft. Dan ben je wel erg triest. En Zeefuik maakt hem af. In de 41ste minuut kunnen we natuurlijk met z'n allen weer lekker gaan. Juichen! Net als een paar minuten daarna, want dan is hier Antonia door en die tikt hem op Asamoah. En die tikt hem in het lege doel. En precies op het moment dat Asamoah een buikschuiver wil maken, lief mijn tegenstander wedstrijd, waardoor dit beeld vriest. Het zou aan mijn dirty mind kunnen liggen, maar... ben ik de enige die dit opvalt? Wat als je nou die Asamoah om zou draaien? En dan zo precies zo hier neer zou zetten, zo. Heel toevallig. Oké, het ligt dus aan mijn dirty minds. Oh. Awkward. Maar zo heb ik voordat de eerste helft is afgelopen alweer een overwinning erbij. 3 puntjes in de tas. Maar toch vind ik het jammer dat Marco van Ginkel niks te doen heeft gehad op doel. Want ik bedoel, hij zou toch best goed kunnen zijn? Hij lijkt op Justin Bieber en Justin Bieber is ook goed met ballen. Nee. Maar door deze wedstrijd is er weer iets financiële speling ontstaan. Waardoor ik 2 contracten kan kopen. Waardoor ik mijn keeper, Krul, weer een contract kan geven. Waardoor hij weer kan keepen. En in de volgende wedstrijd kom ik tegen een volledig goud team. En ik kan eigenlijk weer niks grappigs zeggen over dit team. Ja, Fellaini heeft de grote Avro. Ja, dat is niet echt een welbekende grap, zeg. Jongen, dat schiet niet echt op met die teams van die tegenstander. Als ik er niks leuks over kan zeggen. Jongen. En deze wedstrijd begint met een smerige overtreding van Ogbonna. Die volledig terecht rood krijgt. En hij flipt hem helemaal zoals je kan zien. En weet je wat je dan moet doen als teamgenoot van 1,70 meter en 2 koppen kleiner? Dan denk je, ik hou hem wel tegen. Ik duw hem naar achter. Dead realism. Het beloofde vanaf dat punt natuurlijk geen makkelijke wedstrijd te worden. Want mijn beste verdediger had immers rood gekregen. En deze lijkt erbij. Ja, dan gaat het niet makkelijk worden. Maar hier is Quagliarella. We zitten inmiddels al in de tweede helft. Maar hij maakt hem gewoon met zijn linker. 1-0 voor in de 51ste minuut. Dat is eigenlijk overbodige informatie. Want welke minuut het is, boeit geen ene fuck. Maar weet je wat het is? Hier even later is al 90ste minuut. Is Quagliarella weer door. En wat denk je dat hij gaat doen? Juist, hij scoort hem. Natuurlijk, Quagliarella. Die gaat hem gewoon niet missen. Dat is gewoon 1 zieke baas. En het is einde wedstrijd 2-0 gewonnen. En daarmee pak ik de volgende 3 laatste punten die ik nog nodig had om de divisietitel te pakken in divisie 9. En ik krijg bovendien 3000 coins bonus. Eindelijk een beetje financiële ruimte. Yes! En voor het geld besluit ik Marquisio aan te schaffen. De Italiaanse sentiment van Juventus. Voor maar 1800 coins. En heb ook nog eens ziek veel contracten. Zieke deal. En daarnaast koop ik Ron Jans, een Nederlandse zilveren trainer. Omdat het gewoon een baas is. Want kijk naar die vastberaden blik in zijn ogen. Episch. Of vind je van niet, Ron? Wat ben je van plan? Stoel, je steekt je middelvinger op, Ron. Ja, echt, wat een sneu jong ben jij, zeg. Nou, ik vind het helemaal niet sneu. Oh, je vindt het niet sneu? Nou, echt. Petje af voor jouw professionaliteit. Ik dwaal weer een beetje heel erg af, sorry. Helaas moet ik voor de volgende wedstrijd het een en ander aan spelers wisselen. Sommige spelers zijn moe, sommige spelers hebben een rode kaart. Waardoor ik het een en ander aan rust moet geven. En met slechtere spelers moet beginnen aan de wedstrijd. En dit is het team van de komende tegenstander weer. Ja, niet bijzonder, dus we gaan er ook niet te lang bij stilstaan. Maar deze wedstrijd zal fantastisch starten voor mijn team. Want hier komt de bal bij Quagliarella. Gaat een 1-2'tje aan met Zeefuik. En Quagliarella speelt hem terug op Zeefuik. Zeefuik die denkt, die ga ik niet missen. En schiet hem fantastisch in de hoek. En de keeper kan er helemaal niks aan doen. Maar dan gaat het mis. Zijn rechtsbuiten is door, geeft een goede voorzet op Andy Carroll. En die weet de 1-1 te maken. Er lijkt niks aan de hand tot in de 82ste minuut. Zijn linksbuiten is door, geeft een voorzet en wonderbaarlijk genoeg kopt Kiks hem erin en sta ik achter. Met nog 8 minuten te gaan lijkt er geen redden meer aan. Deze 15 lange winstreeks gaat eraan. Nee, dit is gespeelde zaak. Dit valt niet meer recht te trekken.
Althans met een team als dit. Wie in dit team is goed genoeg om deze wedstrijd nog te doen kantelen? Niemand. Alhoewel. Nee. Zou hij het in zich hebben? KFC Buik. Met de goal. Hoe is dit mogelijk? Met nog een paar minuten te gaan. Het is nog mogelijk. Een paar minuten op de klok. Er is nog tijd voor die goal. Antonia, nee. Weet het niet te doen. Vrije trap. Snel. Snel op Antonia. Tikt hem op Quagliarella. Wil een 1-2'tje aan. Gefaald. Haalt uit. De paal. Asamoah. Tikt hem terug op Antonia. Antonia met de goal. En toen had ik dit potje gewonnen. Het was een spannend potje, dat kan ik niet ontkennen. Maar na dit overdreven, overemotioneel gemaakte stukje voetbal FIFA potje, is deze aflevering voorbij. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Als je dit leuk vond, laat even een blauw duimpje achter voor deze serie FIFA Fridays. En tot volgende week, hè? Op vrijdag. Later.